Ik wil er een soort beginnetje mee maken. En ik wil met u lezen Lucas hoofdstuk 11. En zoals ik meestal niet kan, ik kan nooit alles in één preek zeggen. Dat is een beetje mijn handicap. Dus ik denk dat ik het nog eens een keer overdoe, maar dan verder ga nadat ik weer een keer mag spreken na het weekend. Maar we lezen eens met elkaar Lucas hoofdstuk 11. Dan staat er in vers 14. En hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken. En de mensenmenigte stond verbaasd. Nou, even vanwege de tijd, er komt dan gedoe over. Ze zeggen dat Jezus door Beelzebul demonen uitdrijft. En dan gaat Jezus daarop in, daar ga ik misschien volgende keer wat over zeggen. Maar dan zegt Jezus, dan legt hij een gelijkenis uit van de sterke man. Hij zegt, vers 21, wanneer een sterk goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is dan hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterke hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en hij verdeelt de buit. Ik ga even doorlezen. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij dan door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde. En dan gaat hij weg en haalt zeven andere demonen erbij, slechter dan hij zelf. En ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Het is ook voor Mirjam en mij in de begeleiding soms met mensen, zijn we ook al jaren geleden erachter gekomen dat net als in deze situatie, bij deze man die niet kon spreken, dat er iets geestelijks ook in meespeelde. En ook in onze gemeente hebben we best wel eens een paar keer ook een soort manifestatie gezien van zoiets. En getuigenissen gehoord van mensen die vertelden ook van deze realiteit. En op zich dan kijken wij daarvan op alsof het iets vreemds is, maar eigenlijk is het niks vreemds, want wij zijn nou eenmaal een vierledig wezen. Ik zeg wel eens drieledig, maar eigenlijk komt er nog een aspect bij. Wij zijn een lichamelijk wezen. We zijn een emotioneel of een psychologisch wezen. We zijn ook een geestelijk wezen. En een sociaal wezen. En als wij dingen aanvliegen, dan vaak pakken wij maar één aspect eruit. Als ik last van mijn lichaam heb, ga ik naar de dokter. Als ik van binnen niet zo goed voel, ga ik naar een psycholoog. Als het wat sociaal verkeerd gaat, ga ik naar een maatschappelijk werker. In de kerk krijg ik geestelijke hulp. En zo worden die vier gebieden vaak een beetje uit elkaar getrokken. En zijn we maar half bezig om iemand te helpen. Terwijl de kracht zit juist in de samenhang. Dat ze alle vier mee mogen spelen, terwijl het soms net even de een wat meer op de voorgrond ligt als de ander. Maar goed, er is dus ook een geestelijke realiteit. Waar in onze cultuur, ook als we zo'n gelijkenis lezen of deze geschiedenis, dan denken wij in het Westen vaak, wat moeten we hiermee? Want in andere culturen is het wat gewoner om over dit soort zaken te spreken. Daar erkent men veel meer
de geestelijke realiteit. En is men er ook meer van bewust en men maakt het ook met mee. Maar dan denken wij, nou ja, wij hebben er misschien hier niet zoveel last van, maar ik zeg vergis je niet. Ik zal één voorbeeld noemen, en dat is ook vorig jaar was dat, of nog langer, tijd gaat snel. Dat van iemand in onze gemeente die gaf aan dat deze persoon iemand kende die thuis last had van dat zijn kind of hun kind niet kon slapen en ja, wezens zag en echt werd aangevallen. En ook ze zei, wij geloven ons kind. Het kan niet zijn dat ze dit verzint. Het is niet alleen maar een droom. Dit waren echte wezens die ook ja, haar 's nachts bezochten. En in het begin, nou ja, ik wil ook niet te veel in details treden, maar na van alles geprobeerd te hebben. En zij was wel een gelovige vrouw, maar hij was ja, atheïst. Hij zei, ik geloof hier niet in. Maar ik kan ook niet mijn kind niet geloven. Dus ze gingen van alles zoeken naar een oplossing. Ze gingen een of andere geestenbezweerder inhuren. En dat hielp een nacht dat die geestbezat via de telefoon, na eerst wat geld overgemaakt te hebben, had hij iets gedaan en die nacht kon ze goed slapen. Eén nacht. Ze zei, pap, ze waren niet nu in mijn kamer, ze waren nu bij jullie. Dus het probleem was verschoven. En ze hebben van alles gedaan. Ze hebben pendels gedaan. En hij zei, ik heb het zien werken. Dat ze begonnen dingen te vragen en er kwamen antwoorden, maar niet de antwoorden die ze wilden. En toen kwamen ze uiteindelijk via Michael en ik, we zijn erheen gegaan. En gelijk viel ons op, een grote Boeddha, dingen aan de muur. En ze werd ook verteld dat in het huis ook ja, met engelen, door de mensen die ervoor woonden. Nou, voor ons was het al snel duidelijk. Hier is iets geestelijks aan de hand. Je kunt van alles willen, maar je moet. En we hebben gewoon, want ze wilden een oriënterend gesprek. We hebben gewoon een algemeen gebed gebeden. Geadviseerd om alles weg te doen. Hebben ze ook gedaan. En daarna hoorde je een van de dochters zeggen, ik geloof dezelfde dochter. Mama, ik heb Jezus in mijn hart aangenomen. En ik heb geen last meer. Wauw. Dus dat is een realiteit die wij misschien niet zien en niet kennen. En wat de boer niet kent, dat vreet hij liever niet. Ik zeg het maar even gelijk. En dat geeft de duivel ook zoveel kans om onder de radar zoveel dingen te kunnen doen. En in de gelijkenis die we gelezen hebben, we kunnen 4 stadia's herkennen van hoe Jezus deze strijd aangaat en wint. En dan gaan we ik ga eigenlijk naar de eerste kijken vandaag en de andere keer misschien naar de andere. Christus gaat allereerst de strijd aan. Want we lazen dat als die sterke man zijn huis bewaakt, zodra er nog een ander, een veel sterkere aankomt. Wie is die veel sterkere? Wow. En hij gaat de strijd aan, dan zal hij deze sterke man overwinnen. Nou, dat is waarom Jezus kwam. En daar ga ik straks iets meer over zeggen. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Want hiertoe is de Zoon van God verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Hey, en dat zag je ook dus in deze jongen met die niet kon spreken. De tweede, wat we de volgende keer naar gaan kijken, is Christus overwint Satans macht. Christus vernietigt Satans wapens. Dat lazen we allemaal. En ten vierde, Christus legt ook beslag op Satans en buit. Nou, allereerst, Jezus zegt,
Ik ga de strijd aan. Dit is al een profetie geweest. Na de zondeval zegt God tegen Adam en Eva en tegen de duivel: uit het zaad van de vrouw zal iemand komen en zal uit het menselijke ras. Jij hebt nu vijandschap gecreëerd tussen mij en mijn schepping. Ik ga ervoor zorgen dat er iemand uit die schepping, uit dat menselijke ras komt. En die zal jou met jou de strijd aangaan. En die ga jij misschien wel de hiel vermorzelen, staat er, de hiel bijten. Maar hij zal jou de kop vermorzelen. Dat is wat er staat. Weet je, aan het kruis werd Jezus in zijn hiel gebeten. Maar door zijn opstanding heeft hij de kop van de slang vermorzeld. Halleluja. Maar goed, dan komt altijd de vraag van hoe kan het dan als Satan verslagen is? Hoe kan het dan dat hij nog zo actief kan zijn in deze wereld? Dat er nog zoveel strijd is en dat wij ook daar nog steeds ook deel aan hebben en meemaken in ons eigen leven. En ik leg het vaak uit, en dit voorbeeld kent u misschien wel, het verschil tussen D-Day en V-Day. Toen de geallieerden, ik geloof ergens in juni 6 juni, nou maakt niet uit, landen in Normandië en daar de overwinning behaalden op de Duitsers, was eigenlijk de macht van de Duitsers al verbroken. De overwinning was nu al reeds een feit. Toch duurde het nog heel wat langer. Na die day kwam er pas in 45 V-Day. Victory Day. Waar de Duitsers capituleerden en totale macht van hun nu was geëlimineerd. En wij leven tussen die day, het kruis van Jezus, toen hij de overwinning behaalde aan het kruis op Satan, dat was die day. Op het moment dat hij gaat komen, is het V-Day. En wij leven dus tussen die day en wij leven tussen V-Day. En daar is nog steeds, want wat deden de Duitsers? Ze vochten nog steeds. Zelfs Hitler dacht op het laatst dat hij nog ging winnen. De duivel die is zo aan zijn hoofd beschadigd, die kan niet meer goed nadenken. Die denkt dat hij nog steeds gaat winnen. Terwijl hij het al verloren heeft. Maar ondertussen probeert hij zoveel mogelijk verwoesting aan te richten. Zoveel als hij dat kan. Nou, dus er zou een kind komen, en iemand uit het nageslacht van de mens, die zou dan de kop van de slang vermorzelen. Iemand, eigenlijk zegt God tegen Adam, iemand uit de volgende generatie, iemand uit jouw generaties. Daarom is Satan zo beducht op de volgende generatie. Want daar moet niet iemand uit voortkomen. Die meiden. En dat zag je al voordat Christus kwam, meteen al nadat Adam en Eva dat gehoord hadden, kregen zij kinderen en er ontstond gelijk strijd. Het was Kaïn die zijn broer Abel vermoordde. En daarachter, daar zat Satan die zegt, hey, dat zaad, die generatie, of die persoon, die mij de kop gaat, die moet ik voorkomen dat die komt. Strijd. En je ziet dat ook in Egypte, dat de Israëlieten, alle jongetjes werden in de Nijl gegooid. Er was strijd, want Satan wilde niet, daar zit tussen de jongetjes misschien dat zaad van de vrouwen, die gaat mij de kop vermorzelen. Je ziet, hij probeert te voorkomen dat daar iemand komt. Ook in de dagen van Jezus, toen hij geboren werd, Herodes liet een kindermoord aanbrengen.
om maar te voorkomen dat deze koning... Ja, hij was bang dat zijn koningschap zou worden overgenomen. Maar daarachter zit zaad. Hij wil het zaad van de vrouw, die volgende generatie, wil hij vernietigen. En voorkomen dat zijn kop wordt vermorzeld. Er zit iets met de volgende, want Jezus heeft de overwinning behaald. Maar hij wil jou en mij betrekken in de volledige nederlaag van Satan. En ik geloof, als we gaan het boek Openbaring, in januari willen we daar doorheen preken, dan gaan we ook zien dat er ook een vrouw is en die krijgt een kind. En die kind die neemt zijn plaats in de hemel en dan wordt de duivel Satan uit de hemel geworpen. En dit is niet, hè, want ja, Satan is al uit de hemel geworpen nu door Jezus. Toen Jezus met zijn bloed de hemel binnenging, heeft hij Satan uit de hemel verworpen. En heeft hij, dat is de derde hemel. En nu is hij alleen nog maar in die tweede hemel. Alleen daar zal een generatie komen die hun plaats zo gaat innemen in die hemelse gewesten, dat er geen ruimte meer is voor Satan. Maar dat zal dan zeggen, dan zal hij op de aarde geworpen worden en de Bijbel zegt, en hij zal, en dat zien we eigenlijk al een beetje tekenen van om ons heen, als we nu kijken wat er in de wereld gebeurt in Israël, dan zien we eigenlijk het lelijke gezicht van Satan erachter. We zien het wordt steeds grimmiger. Het keert zich tegen alles wat God lief is. En waar God een plan mee heeft. En dan kan je zeggen, God heeft nog een plan met Israël. En God heeft een plan met ons als gemeente. En die vallen samen. En zodra wij werkelijk ons gaan uitreiken naar dat plan van God, dan moet je ook verwachten dat er dat met strijd gepaard gaat. En naarmate die dag nadert, zien we ook, de Bijbel zegt ook, dat hij weet dat zijn tijd nog maar kort is en dat hij weinig tijd heeft. En een kat in het nauw, die maakt rare sprongen en die slaat om zich heen. En zijn doel is vooral de volgende generatie. Want in de volgende generatie kan wel eens de generatie zijn die hem de totale nederlaag gaat toebrengen. Waarom heeft God ons als gemeente, maar ook ons als ouders, de opdracht gegeven om die volgende generatie klaar te maken? Waarom is het zo dat onze jongeren van kinds af aan al zo worden aangevallen? En ik denk dat we in deze tijd kunnen zeggen dat ja, ook in onze tijd, moet je nagaan, dat zeg ik nu, ik voel me al een hele oude man, hadden wij onze problemen en we hadden onze verleidingen. Maar in onze tijd, als je echt wat wou, dan moest je wel naar de juiste straatjes gaan om het te krijgen. Tegenwoordig, het is één knop van je vandaan. En als je wat wil op drugsgebied, het is één straatje van je verwijderd. Je hoeft niet meer naar Amsterdam per se. Elk gehucht, elk dorp. Je kunt het wel krijgen op schoolpleintjes. En op iedere. Er is een strijd om de volgende generatie. En ik wil tegen de jeugd zeggen, ik hoop dat jullie te midden van die aanvallen, te midden van wat het plan dat de duivel met jullie heeft, dat je zegt van nee, ik ga wel leven in het plan dat God. En ouders, maak je kinderen klaar om voor God te leven. Want er is een generatie op komst. En wie weet, is dat een generatie die gaat zien hoe Satan werkelijk ook onder onze voeten. Kijk wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, want de God van de vrede zal Satan spoedig te gronden richten en aan uw voeten leggen.
Hij is onder onze voeten. Dus, hier staat de God van de vrede, die verklaart oorlog. En met kerst vieren we straks vrede op aarde, dat zingen we. Maar weet je, de komst van Jezus was niet in eerste instantie om vrede te brengen. In die zin, zijn komst was een oorlogsverklaring aan de duivel. Hij was degene die zei, ik ga met jou de strijd aan. En gedurende Jezus' leven, je ziet een paar keer dat Jezus eigenlijk ook zegt van, Satan, kom maar op. Hij zegt nu bijvoorbeeld, hij zegt, nu, en Jezus verwijst naar dat hij was gekomen. Hij zegt, nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Dit is oorlogstaal. Hij zegt, Satan, ik ga jouw huis binnen en ik ga jouw huis roven. Ik ga je van alles wat jij daar hebt, ik ga je ontnemen. Ik ga je ontwapenen. Ik ga de strijd aan. Hij verklaart eigenlijk hier Satan de oorlog. Eigenlijk zegt hij, kom maar op de proppen. Want hij zegt hier, hij zegt, ik kan niet lang meer met jullie spreken. Want de heerser van de wereld is al onderweg. Maar hij heeft geen macht over mij. Hij zegt, hey, weet je nog even. En ik denk dat dit was het moment vlak voordat hij naar het kruis zou gaan. En hij weet dat achter, die vijandschap naar hem. Daar was Satan bezig. Hij dacht, ik moet dit zaad zien te vernietigen. Maar het is zo prachtig dat Jezus zegt, hij zegt, maar hij heeft geen macht over mij. Eigenlijk zegt Jezus, I'm ready for the fight. Ik ben klaar voor het gevecht. Want hij heeft geen macht over mij. Er is niets in mij waar hij een claim op kan leggen. Er is niets in mij waardoor hij nog invloed en controle kan hebben. Hij zegt, en eigenlijk is dit ook dat wat wij ook, want dat wij dat van onszelf kunnen zeggen. Dat wij de duivel geen voet geven in ons leven. Dat als de aanvallen komen, dat we kunnen zeggen, je hebt geen claim op mij. Je hebt geen zeggenschap op mij. Er is geen legale grond meer in mij, waardoor jij nog mij kan aanvallen. Weet je, die legale grond die heb ik al lang bij de hemelse rechtbank gebracht. Daar heb ik al mee afgerekend. Hij heeft geen macht over mij. Het steken, ik heb macht over jou. In de naam van Jezus. En dan zegt Jezus, weet je, dit is wat Jezus dus zegt. Dit is eigenlijk oorlogstaal. Hij spreekt oordeel uit over Satan. Hij zegt, en die wereld, hij wil mij misschien klein krijgen, maar hij heeft geen macht over mij. Hij zegt, maar ik ga jullie ook de Heilige Geest geven. En als die Heilige Geest komt, zegt hij, wanneer hij zal komen in de wereld, zal hij de wereld het ongelijk stellen. En hij zal duidelijk maken wat zonde is, gerechtigheid en oordeel. En dan zegt hij dit. Zonde, omdat ze niet in mij geloven. Dat is denk ik de diepste oorzaak van zonde is ongeloof. Waardoor zondigde Eva, zij geloofde niet meer wat God zegt, ze ging geloven wat de duivel zei. Ik zou je zeggen, ongeloof kan naar twee dingen leiden. Of naar trots, of naar angst. In haar geval leidde het naar trots. En ze verhief zich en uiteindelijk, nou, u weet wat er is gebeurd. Dus ongeloof is voor degene die Jezus nog niet kennen. Hij zegt, dat is waar de Heilige Geest gaat overtuigen. Hij zegt, je hebt Jezus nodig. Ten tweede zegt hij over oordeel, of ten derde is dit, dat de heerser van de wereld is al veroordeeld. Dus de Heilige Geest komt om niet alleen te vergeven van zonde en te overtuigen van gerechtigheid, van zeggen, hey, nu je Jezus hebt leren kennen, nu ben je gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. En dan wil de duivel jou aanklagen. Maar je zegt gewoon, nee, ik ben gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Ik ben gered voor de eeuwigheid. Ik ben veilig in Jezus' armen. Maar hij zegt het oordeel,
Voor wie is het oordeel dan nog? Als je gered bent, is het oordeel niet meer voor jou. Voor wie is het oordeel? De heerser van deze wereld. Nou, nu is het zo dat als we vaak over dit soort dingen spreken, of mensen ja, die merken dat er iets gaande is, hè, ook in de gemeente wel eens als er een manifestatie plaatsvindt, dan schrikt men van, oh. Dan kan men soms ook bang worden voor de realiteit die er is. Maar ik wil je zeggen, wat zei Jezus? Dat stukje heb ik net niet gelezen trouwens. Maar als je die versen daarvoor leest, dan zegt Jezus, als ik door de vinger van God deze demon heb uitgedreven, moet je even nagaan, slechts een vinger. Hij zegt niet door de hand van God. Hij zegt ook niet door de arm van God. Of door mijn... Hij zegt slechts de vinger van God. Voor God is het dit. Of move. Dus angst voor deze dingen. Met God in je leven is angst voor deze dingen eigenlijk niet nodig. Ook al kun je er nog last van hebben. Ook al kan die misschien nog ergens invloed willen uitoefenen. Weet je, in jouw geest woont de geest van God. En die spreekt het oordeel uit over deze machten. Want wat staat er? Dat deze heerser is al reeds veroordeeld. Weet je, Mirjam. Ik zeg, misschien roep ik je naar voren. Ook wij, soms, en Mirjam vertelde dat ze een keer, zo'n tijdje geleden, ook een aanval kreeg. En als je soms aangevallen wordt, dan kun je bang worden, want dat is een van zijn tactieken, is jou intimideren. Laten geloven dat hij zo sterk is, dat jij wel bang moet worden. Of dat je moet inbinden. Of dat je moet doen wat hij zegt. Echt niet. Mirjam. Ja, ik was in Engeland en ik was aan het douchen. En ik keek zo in de scherm. En je weet dat het zo'n scherm die beslaat altijd van de damp. En ik dacht van, zie ik dat nou goed? Jeetje, daar kijkt iets heel duisters naar mij. Ik dacht, nou, dat klopt niet. Ik ben eigenlijk heel nuchter. Dus ik ging met mijn hand over die douchecabine heen. Ik dacht, nee, is niet zo. Kom op. Gewoon doen. Hup. En ik ging weer bezig en ik draaide me weer om en weer was het, maar het was echt heel eng. En op dat moment dacht ik van, iets probeert me hier te intimideren. He, ik ben alleen, ik ben kwetsbaar, we hadden een heftige tijd achter de rug met bevrijding van mensen. En ik was op dat moment alleen in Engeland. En ik zag dat en ik dacht van, jij gaat mij niet krijgen. Dus ik draaide me om en ik zei, dank u Heer dat ik uw kind ben. En Heer, ik ben niet bang, want u bent sterker dan degene die nu tegenover mij staat. En ik zeg, in de naam van Jezus, jij moet wijken. En ik keek weer naar die scherm en het was echt weg. Ik dacht, wauw, het was echt iets duisters wat mij probeerde naar beneden te halen. 'S avonds lag ik in bed en 's nachts werd ik wakker alsof er iets bovenop mij lag. Dus ik dacht van, jee, wat is dit? Ik wou mij verroeren, maar ik kon mij niet verroeren. Het was alsof ik verlamd was. En hoe meer ik erover dacht, was het alsof mij de keel werd dichtgeknepen. En ik raakte wat in paniek. Ik had nog niet door dat het eigenlijk hetzelfde aanval was wat ik die ochtend had gehad. En ik kon niks, dus het enige wat ik dacht was, Jezus, help mij. En het ging bij me weg. Ik ben weer in slaap gevallen. En een paar uur later weer hetzelfde. En terwijl ik daar lag, dacht ik van, ik moet de naam van Jezus uitroepen en hem wegsturen. Maar wat zo zwaar was, ik kon niks uitbrengen. Maar in mijn geest dacht ik, ik kan misschien niks zeggen fysiek, maar in mijn hoofd, in mijn hart kan ik zeggen, in de naam van Jezus, jij laat me nu los en jij moet wijken en uit mijn leven, ik accepteer het niet. En het was alsof er iets van me afvloog en de rest van die week is het gewoon hartstikke goed gegaan. Kracht in de naam van Jezus. Amen. Amen. Gewoon met de vinger van God.
Dus dat betekent niet dat we er geen last van kunnen hebben. Maar dat moet ons geen angst inboezemen. Dat we, eigenlijk moet je gewoon zeggen, eigenlijk achter al mijn problemen, daar zit iets sociaals, daar zit iets fysieks, daar zit iets psychologisch, maar er zit ook iets geestelijks. Altijd. Want wij leven nu eenmaal in een wereld. Hier wordt iets over de wereld, daar ga ik straks iets over zeggen. Die in een gevallen wereld, die nog steeds onder de controle staat van Satan. Het is eigenlijk raar als je geen strijd hebt. Als je niet wordt aangevallen. En dat iedereen daar last van heeft, of laten we zeggen, ermee te maken krijgt. Het is niet voor niets dat Jezus in het Onze Vader ons leert bidden. Naast dat hij ons leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Hij leert ons bidden, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hij leert ons ook bidden, verlos ons van de boze. Dat hoort erbij. Dat zit in het pakket. Het is gewoon een realiteit. Maar nogmaals, en nog een voorbeeld. En dat heb ik mijn toestemming, mag ik dit zeggen. Ook iemand die gaf aan, hey, in mijn kamer dit en dat. En nog geen christen. Ik zeg nog geen christen. Maar echt heftig en heel reëel. Maar ik zei, weet je, heb je een Bijbel? Nou, je had die. Ik zei, leg je Bijbel gewoon open in je kamer. Want dit is wat de Bijbel zegt over de Bijbel. Als uw woorden opengaan, is er licht. Amen. En dan moet je niet, dat is geen trucje, voor deze persoon geldt het. Voor ons moeten wij het woord van God in onze harten laten schijnen. Door het te openen en het te lezen. Want in het woord van God zit licht. Hoe versloeg Jezus Satan? Hij zegt, er staat geschreven. Er staat geschreven. Jezus was vol van het woord van God. Wie het woord opent, die zorgt dat er licht komt. En deze persoon, die hij doet, en ik had laatst nog een gesprek met hem. Ik zei, en hij zegt, ik ben er helemaal van. Het is helemaal rustig. Ik zei, heb je je Bijbel nog open? Ja, zegt hij. Ja. Maar goed, er moet nog meer gebeuren. Het is niet alleen, en daar ga ik straks iets over zeggen, dat de bevrijding is niet een einddoel. Want er moet ook iets gevuld worden hier. Want als het huis leeg blijft, en het wordt niet gevuld, dan heb je later achteraf meer problemen als daarvoor. Maar goed, eerst nog even over die wereld, wat we over lazen. Wat is die wereld? En als we het hebben over dat Satan is de heerser over deze wereld. Hier staat dan ook in, even kijken. Nee, wacht even, deze. Er staat, u was dood door de misstappen en uw zonden, waarmee voorheen de weg ging van de God van deze wereld. Wat bedoelt nou de Bijbel met de wereld? En bedoelt de Bijbel dat ik uit de wereld moet gaan, dat ik van de planeet moet verdwijnen? Bedoelt daar de Bijbel de wereld mee? Of... Ja, in de Bijbel zegt bijvoorbeeld ook, al zo lief had God de wereld. En daar bedoelt hij mensen mee. Moet ik uit het menselijk ras verdwijnen? Nee, dat is niet. Als de Bijbel spreekt over de wereld, dan heeft hij niet zozeer over de aardbol of over mensen. Dan heeft hij over het systeem van deze wereld. En wat is het systeem? Dat is de gedachtegoed van deze wereld. Het gaat over hoe de waarden en de normen van deze wereld. Eigenlijk hoe de wereld denkt van dit is hoe het leven moet. Dit is hoe het gezinsleven moet. Dit is hoe het huwelijk moet. Dit is hoe het, wat de wereld vindt van de dingen, dat is het denken van de wereld. Het systeem van de wereld. En daar is Satan de God van. Is het niet raar, of niet logisch, dat we zo'n chaos zien ook op allerlei gebieden in ons land.
Maar alles wat God heeft rechtgemaakt, dat wordt door de duivel krom gemaakt. Dat is het systeem van de wereld. En hij gebruikt dat systeem, maar daar heeft hij om jouw gedachten en mijn overtuigingen, de gezindheid die ik van binnen heb, dat ik ook langzaam ga vinden wat hij vindt en wat God vindt, dat ik het steeds vreemder ga vinden. Dat ik steeds meer vervreemd raak van wat eigenlijk normaal is. En wat hij gebruikt, het systeem van deze wereld, om onder andere bijvoorbeeld, hier staat er in het volgende vers, er staat over dat hij wil dat de heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Weet je waar de duivel goed in is? Om jou met druk bezig te laten zijn met zinloze dingen. Herken je dat van jezelf? Dat je kunt uren achter een spelletje zitten en de tijd vliegt voorbij. Maar om echt met God bezig te zijn, dat moet even snel, dat moet even kort. Niet te lang, want anders is het me te veel. Dus Satan gebruikt het systeem van deze wereld om mensen zinloze levens te laten leiden. Ga je niet bezighouden met dingen van God, daar heb je het veel te druk voor. Materie, hobby's, werk. Je kunt je uren en dagen en weken, als je maar niet bezig gaat met de dingen van God. Vermaak, vertier. En hij gebruikt het systeem van deze wereld. En nog iets, wat doet hij? Hij weet, er zit kracht in de naam van Jezus. Het systeem van deze wereld maakt de naam van Jezus zo laag mogelijk als het maar kan. Je hoort Jezus, de naam van Jezus, maar je hoort hem altijd in een vloek. Je hoort nooit mensen zeggen, Jezus is Heer. Want wat zegt de Bijbel? Alleen door de Heilige Geest kan iemand zeggen, Jezus is Heer. Je hoort mensen wel zeggen, Jezus. Maar je hoort nooit mensen zeggen, Jezus is Heer. Adonai. Of Jezus is mijn Heer. Nee, dat jij Jezus als Heer gaat beluiden. Dat moet de duivel wel zien voorkomen. Dus hij gebruikt het systeem van de wereld om de naam van Jezus zo laag mogelijk, dat hij de laatste is waar jij aan denkt om bij hem te moeten horen. Nou, nee, dat is het laatste wat ik aan denk, want dat is zoiets laags. En hij probeert ons te vervreemden, dus van het leven van God. Door het systeem van de wereld. Ook staat er, of hier staat er, dat hij wil verharding van hart. Hij bewerkt dat jij naar God toe hard wordt en onverschillig. En er staat ook dat hij gaat ook een sluier, wil hij zeg maar over je denken leggen, zodat je niet het evangelie dat wij verkondigen, dat je dat niet kan pakken en dat je voor altijd verloren gaat. En er staat de ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld is verblind. Hij wil jou weghouden bij Jezus. Terwijl hij juist het antwoord is voor deze wereld. Weet je, het antwoord voor het probleem in het Midden-Oosten is niet de politiek. Is Jezus. Als Joden Jezus gaan aannemen en Palestijnen gaan Jezus aannemen, dan zullen ze geen oorlog voeren, maar zullen ze vrede sluiten. Deze wereld heeft Jezus nodig. En de duivel is er goed in om juist Jezus zo ver mogelijk bij jou vandaan te houden. Terwijl hij, weet je wat wij nodig hebben, is een Jezusrevolutie. Er is nu een film uit, die is in Amerika in de bioscopen verschenen. Dat heet The Jesus Revolution. En het gaat over, dat is een waargebeurd verhaal, over de opwekking die onder de hippies
in de jaren 60 en 70 uit is gebroken. Hoe de kerken ook leeg waren, maar hoe ineens de kerken gevuld werden met hippies. Met mensen die radicaal tot geloof kwamen. En dat zelfs Time Magazine, ik heb hier een foto van. Time Magazine, die had een artikel gewijd dat er is een Jezusrevolutie aan de hand. Er is een Jezusrevolutie. En dat is wat we nodig hebben, een Jezusrevolutie. Ik ga afsluiten met dit. Dat Jezus, want dit is wat er vaak weer in het centrum mag komen van jouw leven. Dat hij niet de sluitpost is en het laatste waar je nog tijd voor hebt, maar hij de eerste is. Dat hij het belangrijkste is. Dat elke keus die je maakt, dat je die maakt van hoe gaat het mijn relatie met Jezus beïnvloeden. Omdat dat is het allerbelangrijkste wat er in mijn leven is. Want als het hart niet gevuld wordt met Jezus, dan gaat het gevuld worden met iets anders. Dat is wat Jezus eigenlijk aan het einde zegt. Hij zegt, als je kunt wel opgeruimd huis hebben, maar als jij in een vacuüm leeft, dan, en dat zegt ook in de natuur wordt een vacuüm altijd weer gevuld. Dus als jij je niet vult met Jezus, dan gaat er iets anders jou vullen. Dan gaat hij die wereld in jouw leven vullen met de wereld. En we weten nu wie de God is van deze wereld. Gaat hij indirect toch jou afhouden van Jezus. Ja, je mag Jezus dienen als je hem aan de zijlijn houdt. Maar breng hem niet in het centrum van je leven. Hij zegt eigenlijk, als je bevrijd wordt, hij zegt, dan moet je niet denken van, nou ja, bedankt dat ik bevrijd ben en ik ga nu weer mijn eigen gang. Voordat je het weet, ben je er nog erger aan toe. Elke oplossing van ons probleem is niet een doel op zich. Maar als wij bevrijd worden of wat dan ook, verlost worden van een probleem, dan is het altijd met de bedoeling dat je of als je Jezus nog niet kent tot geloof komt, of als je christen bent, dat je je relatie met Jezus gaat verdiepen. Dat hij steeds meer in het centrum komt. En als dat niet het geval is, als jouw wonder, als jouw bevrijding, heeft alleen maar uitgewerkt dat je bevrijd bent, dan heeft de bevrijding of het wonder zijn doel gemist. Want Jezus zegt, als je die huis leeg laat staan, weet je, het wordt tijd. Kijk, in coronatijd konden we niet naar de kerk. En wat heb je gemerkt? Heel veel mensen gingen hun tijd opvullen met andere dingen. En nu is de kerk weer open en zijn een aantal, die zijn nog steeds bezig met hun andere dingen, want er is geen ruimte meer voor God. Er is geen ruimte meer voor kerk. Want iets anders heeft het al opgevuld. Waar vullen wij ons leven mee? Het wordt tijd dat wij radicaal weer gaan worden voor Jezus, van Jezus gaan leven. En dan, in die tijd noemden ze die mensen Jesus freaks. Nou weet je, laten we Jezus freaken worden. Amen. Wij zijn gek. We zijn bananas voor Jesus. We zijn helemaal gek voor Jezus. Jezus is het antwoord. Amen. Zullen we gaan bidden? Halleluja. Jezus. Amen. Heer, u probeert ons te waarschuwen. En zeggen, dat wij niet maar een beetje, ja, lauw zijn en het erbij hebben. Heer, wij leven in een tijd waar dat niet meer voldoende is. Het was eerder ook niet voldoende, maar we konden ermee wegkomen. Maar de dagen, Heer, die worden steeds ernstiger, waarin wij serieus moeten zijn in onze keuzes.
En misschien ben je hier vanmorgen en je bent beschadigd, misschien door zonde of door trots, door leugens, door vijandigheden, door haat. En op een of andere manier heeft de vijand jou weten te pakken. Dan wil ik tegen je zeggen, er is iemand hier die sterker is.